Seems like only yesterday, under the stars on Brighton Beach. Brighton Beach. In de zomer is dit het toevluchtsoord voor miljoenen Britten, snakkend naar een straaltje zon op het zuidelijkste punt van het eiland. Maar hoe iconisch dit strand en zijn wereldberoemde pier ook zijn, het uithangbord van de stad ligt tegenwoordig een paar mijl landinwaarts. Het American Express Community Stadium, de thuisbasis van Brighton en Hove Albion, is wekelijks uitverkocht. De club bestormt sinds de promotie in 2017 brutaal de Engelse Premier League. Met dit seizoen Jan-Paul van Hekken, de Zeeuwse local hero uit Arnhem-Muiden, stevast in het hart van de defensie. Voelt Engeland nou een beetje als thuis al? Ja, op het begin moet je altijd wel een beetje wennen, ook omdat je dan vaak verhuist eigenlijk. Dan heb je eigenlijk nooit een soort van vaste plek waar je verblijft. Alleen nu zie je wel gewoon, merk je ook wel dat je de spelers beter kent, de omgeving beter kent. Dus dan is het ook wel allemaal makkelijker en fijner. En dan begin je ook wel echt thuis te voelen. Paula, Barry. Is Paula er ook al? Goed, Pascal zat hier in een busje of niet? 15 jaar geleden heb ik samen met Guus Senior heb ik het reisje georganiseerd naar Southampton. Lang geleden, man. Die is dan helaas anderhalf jaar geleden overleden. En nu Jan-Paul dan in Brighton voetbalt. Ja, toch wel heel bijzonder om dat samen met zijn oudste zoon te doen met Guus. Ja, dit is bijzonder. Zeker ook als je voor veel mensen de eerste keer naar Brighton. En dat iedereen mee wilt, dat maakt wel extra leuk en spannend voor vanavond natuurlijk. Wat is nou het grootste verschil met Nederland waar je echt aan moest wennen? Want wij hebben gisteren hier ook zitten rijden. Nou, het is drie keer naast getoeterd, heel erg hard op een rotonde. Nee, ja, aan dat moest ik op het begin ook wel wennen. Ik had de eerste dag had ik gelijk twee lekke banden. Dus ik had een lekke band, ging naar de garage, kwam ik terug. Ik dacht, nu ga ik het weer goed proberen. En toen kreeg ik gelijk nog een lekke band. Alleen sindsdien eigenlijk nooit meer wat gehad. Dus het eten is natuurlijk wel iets anders. Ik vind Nederlands eten vind ik nog steeds wel lekkerder. Mijn vriendin die neemt altijd hele boodschappen mee. Dus elke keer als ze dan Nederland komt, dan neemt ze 4-5 tassen mee. En dan zijn we voor een tijdje wel weer goed. Goedemorgen, oude meiden. Wat ook bijzonder is de ontwikkeling die je broertje doormaakt. Ja, dat is heel bijzonder. Hè. Eigenlijk wordt hij weinig afgeremd tot op heden. Van de amateurs naar de Eredivisie naar Engeland. En wat is er nu? En Brighton. Nou ja, het is zachtjes aan de nationale dorpsheld natuurlijk aan het worden. Voetbal op superhoog niveau. Brighton doet het natuurlijk erg leuk. Zijn carrière gaat als een speer. Een jongensboek. Take me back to Oceanside. Take me back to let your delight. Ik vind het een leuke stad. Ook gewoon heel gemoedelijk. Leuke mensen, maar ook gewoon leuke tentjes, restaurantjes. En sowieso is het lekker als je het strand altijd vlakbij je hebt. Daar zit ernaast een pier. Het ziet er allemaal ook wel leuk uit en het is wel gezellig. Dus ik ben er wel regelmatig te vinden. Beeldsvaren van Duinkerke richting Calais. Daar steken we zo over dat over. Het is flink winderig. Het ging allemaal precies op tijd. En de checker die had de douane ging ook prima. Het moet goed komen. Take me back to Oceanside. Take me back to the pure delight. Take me back one day so I can find what I live. JP is een van de beste matten van mijn zoon. Hij is ook mijn buurjongen. Dus ik ben best wel dicht bij JP betrokken. Ik ken hem als een van de vier neefjes, zo noemden wij ze vaak. Mijn jongens voetbalden ook, mijn zonen voetbalden ook heel graag. Dus ze waren eigenlijk altijd aan het voetballen. Maar ja, bijzonder dat JP natuurlijk in Engeland voetbalt. En daar ben ik ook als tante heel erg trots op. Have you been drinking, son? You don't look old enough. Ik heb hem zelfs in eentjes heb ik 2 jaar trainer van hem geweest. Dus ik heb hem eigenlijk groot gebracht. Nee, grapje. En toen zag je het talent? Ja, dat zag hem wel gelijk. Hij had altijd dat talent en een mentaliteit verschrikkelijk. Ja, hij heeft echt over mijn lijk. Hij zei, ik word profvoetballer, dus profvoetballer geworden. Nu als u de tv aanzet, met een beetje geluk, dan is hij gewoon in Engeland het voetballen. Dat moet toch wel bijzonder zijn, denk ik. Ja, laatst was het natuurlijk ook tegen die wedstrijd tegen Ajax met Brobbie. Dat hij Brobbie moest verdedigen. Ja, dan ben ik gewoon heel trots als dat natuurlijk gewoon heel erg goed gaat.
I'm sorry, officer, is there a certain age you're supposed to be? Cause nobody told me. Is het ook een beetje een voetbalstad steeds maar aan het worden ook? Jawel, nou, je merkt sowieso wel nu, het is een langere tijd in de Premier League. En je merkt ook wel nu met Europees voetbal dat de club wel echt grote stappen aan het maken is. En ook gewoon nu internationaal. Dus dat merk je wel, dat er veel meer aandacht komt vanuit het buitenland, maar ook het binnenland. En ik denk dat dat goed voor de club is. En ook goed voor de spelers, dus ook goed voor mijzelf. Dat je veel meer aandacht krijgt als je het goed doet. Kun je hier nog wel over straat dan? Ja, wel. Missie kan wel over straat, alleen je wordt wel redelijk vaak herkend. Wat ook wel leuk is, dat geeft ook wel veel waardering van de mensen dat ze je herkennen en dat je het goed doet. I think he's an amazing player, really good with us and we settled in really well. So we're really impressed. I'm really impressed with him as well. Are you satisfied with him in the center of the defense? Absolutely. Good partnership with Lewis Dunk. I think he's learned a lot from Dunk, Lewis Dunk. Hij speelt hier natuurlijk al van heel zijn leven en hij komt uit Brighton. Maar je merkt gewoon aan hem, als je naast hem speelt, hij heeft zoveel kwaliteit. Dus het is gewoon, naar hem kijken is al genoeg, zeg maar, om te weten wat je moet doen. I think his game is very, very good to watch. His confidence has improved. He plays out from the back very well. He distributes the ball well and he's a good defender. A non-compromising defender. Excellent. And overall's a riot van and these lads just wind the coppers up. But he couldn't care less. Please mind the gap between the platform and the train. Volgen jullie het nou ook echt op de voet sinds hij hier speelt? Ja, ja, zeker. Bij onze vereniging, zeg maar, staat er ook op het grote scherm, gaat er altijd als JP voetbalt, ja, staat altijd gelijk gewoon Brighton aan, zeg maar. Van, iedereen wil gelijk zien van, sowieso Brighton kijken. Maakt niet uit wat er speelt, gewoon we gaan altijd Brighton kijken. Enjoying your meal? Oh, it's fantastic. Traditional English fish and chips. Als hij nou maar geen eigen goal maakt of zo. Nee, ja, dat hopen we niet. Nee, daar gaan we natuurlijk niet voor. Nee, we hopen natuurlijk het beste en ja, we hopen met de minst naar huis gaan. The Albion welcome goal. En een goaltje misschien, hè? En een goal zou ook heel leuk wezen, zeker als het nu wij er net zijn. That's a free kick in a dangerous position. Ja, het is een paar keer bijna gebeurd, dus ja, wie weet gaat het wel vandaag gebeuren. Great delivery, Van Hecker over the bar. And that is the final whistle. Neither side could find a way through. Hoe vindt hij het zelf, denk je, al deze aandacht, Jan-Paul? Ja, ik denk hij is zelf altijd wel zeer bescheiden. Ik denk niet dat je het echt aan hem merkt of zo. Ik denk dat hij dat vindt. Hij is wel trots, denk ik. Dat denk ik wel, zeg maar. Stiekem. Ik denk dat hij het stiekem ook wel echt heel erg leuk vindt dat er zo'n hele bus dan naar Brighton komt. Dat denk ik wel. Ja, zelf heb je... Ja, ik weet niet. Zelf probeer je altijd gewoon één van hun te zijn, weet je wel. En dan ook als je dan soms hoe ze over je praat en zo, denk je, ja, dat is een beetje te veel, weet je wel. Trots ook? Trots, tuurlijk trots. Die komt bij mij gewoon op vrijdagavond, als hij thuis is, komt hij bij mij een biertje drinken, ja. Luister, ik kom zo'n hozer even naar de Premier League voetballen. Kom bij mij lekker een biertje drinken, is dat mooi of niet? Ja, ik vind van wel. Soms voel ik me dan een beetje ongemakkelijk, alleen ja, het zegt wel heel veel dat ze zo meegaand zijn en het zo leuk vinden en dat ze allemaal naar hier komen. Ja, het is natuurlijk wel mooi ook voor mij. Tijd geleden dat ik thuis ben geweest. Dus met kerst dan, maar dat was echt maar één dagje omdat ik dan een dag vrij kreeg. Ik moet zeggen, de laatste maand is het wel druk. Alleen maar wedstrijden spelen. En volgens mij hadden we laatst in december 9 wedstrijden of 8 wedstrijden. Dus het was wel een heel druk programma. Dus heb je eigenlijk bijna geen tijd om iets anders te doen. Meer rusten en een beetje thuis chillen en een beetje bijkomen en dan weer de volgende wedstrijd. En ik speelde ook elke wedstrijd, dus dan komt het ook wel aan op je lichaam. Alleen anders gaan we wel regelmatig, ik heb ook een hond en dan gaan we samen met een vriendin en de hond een rondje doen of gaan even naar de stad.
gaan af en toe nog naar Londen, dat is ook wel redelijk dichtbij, 45 minuten met de trein. Dus eigenlijk zit je op een perfecte plaats. Wat dacht je eigenlijk toen de club zich voor het eerst meldde? Toen was het ook een Premier League club, was een beetje dat je dacht, is dit wel realistisch? Alleen als je dan nu ziet welke stappen de club heeft gemaakt en nu ook weer in Europees voetbal speelt en eerst in de groep wel gewoon tegen hele goede tegenstanders. Ja, ik denk dat het wel veel zegt over deze club en ja, hopelijk zit er nog heel veel rek in mij, maar ook in de club en we kunnen nog naar grote hoogtes stijgen. Mooi gezegd. Oh, what a time it was. What a time to be alive. Ben je nou gelukkig hier in Engeland? Misschien vorig jaar was het niet altijd even makkelijk. Ik had het gevoel toen ook in die tijd ook van ik ben klaar om te spelen, want ik ben goed genoeg. Maar ik kreeg eigenlijk weinig minuten, dus ik dacht van ja, als ik dan de kans krijg, moet ik het wel laten zien. En als je dan tegen de beste spits van de wereld staat en het goed doet, ja, dat geeft natuurlijk wel heel veel vertrouwen. Als je dan nu ziet van begin van het seizoen tot nu, bijna alles gespeeld en vaste basis spelen. Dus. En dat scheelt ook, als je veel speelt, dan merk je ook wel dat je moed buiten het veld beter is en als het goed gaat. Dus dat is ook wel fijner voor mijn vriendin soms. Nee, nu zit ik goed in mijn vel. Under the stars on bright blue.